Vandaag in Bureau Brabant. Een woninginbraak in Tilburg, grove overval op een echtpaar in Goorlen. Een straatroof op een 76-jarige vrouw, een overval op een cafetaria. Bewoners betrappen inbrekers. Twee overvallen op een stadsbus in Tilburg. Nog steeds komen er woninginbraken, overvallen en straatroven voor. De veiligheid kun je niet garanderen, maar wel verhogen. En u bent daarbij de extra ogen en oren voor de politie. We hebben een buurtpreventieteam opgericht wat ervoor zorgt dat in de wijk de veiligheid beter wordt. Dat kan betekenen bouwkundig, maar dat kan ook betekenen organisatorisch in de wijk. Waar je containers plaatst of waar je je fietsen plaatst. Kijk, dit is nu een voorbeeld wat eigenlijk niet handig is om aan begroeiing bij je voordeur te hebben. De voordeur is te veel afgedekt door hele hoge bomen en struiken, waardoor iedere inbreker zich prima kan verstoppen. In deze woning zien we de containers goed staan. Dat is nou juist iets waar we de bewoners vaak op attenderen. Ja, in het kader toch van de veiligheid zou ik u willen adviseren om ze toch aan de achterzijde te plaatsen. Ik heb geleerd in de jaren dat ik nu hier in Tilburg en in de regio als burgemeester werkzaam ben, dat een stad wordt niet op commando van de burgemeester veiliger. Werken aan veiligheid vraagt steeds opnieuw bedenken van nieuwe oplossingen. Denken over innovatie, over wat voortschrijdende technologie kan betekenen aan het werk voor een veilige stad in een veilige regio. Wij maken het meest gebruik van de Facebook via de computer en de WhatsApp groepen via telefoon. Het levert op dit moment op, het is niet alleen de WhatsApp maar ook het Facebook gebeuren, dat het inbraakaantal fors gedaald is. In Resof is het in december maand 75% gedaald en dat is een mooi resultaat. Vergis je niet, onveilige steden, onveilige regio's. Dat straalt ook echt af op je economie en dat betekent dat het dus ook een stad als Tilburg in de economische toekomst schaadt. Ik controleer alles via het afkoopadviesregister van de politie en elke gestolen fiets die staat daarop geregistreerd. Het digitaal afkoopregister is een register dat wij bijhouden van onze spullen die we al ingekocht hebben en die we elke dag, 6 dagen in de week, doorseinen naar de politie. Mensen kunnen wel altijd gestolen goederen aanbieden, maar de gestolen fiets die ze aanbieden, die controleer ik van tevoren. Dus dan is het eigenlijk zo dat ik gewoon niet inkoop. Net als ieder ander ben ik er niet van gediend dat er bij mij ingebroken wordt en wens ik ook daar niet op de geringste manier aan mee te werken. Het is niet mogelijk om alle woninginbraken, overvallen en straatroven te voorkomen, maar als het gebeurt, dan kunt u op ons rekenen. Een buurttent is een informatietent en wij informeren wijkbewoners in de wijk waar is ingebroken, kort nadat de inbraak heeft plaatsgevonden, over veiligheid in de wijk en over wat zij aan hun huis kunnen doen om het beter te beveiligen. Ik ben hier voor de technische ondersteuning en voor het politiekeurmerk Veilig Wonen te adviseren. Je hebt diverse inbraakmethodes en die inbraakmethodes die kan je met goed hangersluitwerk tegenhouden. Ik heb net uitleg gekregen over de voordeur en ik dacht dat ze niet gewoon binnen konden komen met zo'n pasje, zeg maar. Maar ik heb net begrepen dat dat toch wel kan. Vanaf het moment dat wij eigenlijk begonnen zijn met de buurttent, dat is in 2012, eind 2012 geweest, is met 1/3 gezakt. Wij doen als Interpolis doen wij heel erg veel om onze klanten te helpen woninginbraken te voorkomen. Goedemiddag, Interpolis Preventiedesk, Anita Winters. Waarmee kan ik u helpen? Preventiewinkel zit een heleboel spullen, hè, maar de belangrijkste denk ik zijn de preventiecheck, hè, waarbij er dus iemand aan huis bij jou komt kijken hoe het met inbraakrisico's gesteld is en jou persoonlijk advies geeft. Wat wilt u precies beveiligen? Nou, ik denk dat juist de focus erop leggen maakt dat het aantal inbraken afneemt. Zo weten we dat bijvoorbeeld als iedereen de deur op slot zou doen, dat dat al 20-25% minder inbraak teweeg brengt. Vergeet nooit hoe ingrijpend een woninginbraak, een overval of een straatroof is voor de mensen die het overkomt. Samen met u doen we er dus alles aan om de gemeente zo veilig mogelijk te houden. Maar bij onraad twijfelt u niet, bel 112, want 112, daar vang je boeven mee. Ik ben natuurlijk best trots op wat we de afgelopen jaren bereikt hebben, maar dat is niet de trots van de burgemeester. Maar ik ben gewoon trots op de mensen die dat doen.